Het is woensdag 19 november. Live vanuit het nieuwe Luxor in Rotterdam brengt de AVROTROS in samenwerking met KWF Kankerbestrijding de jubileumeditie van Sta op tegen kanker. De afgelopen 24 uur hebben Lucille en Frits in deze twee telefooncellen doorgebracht om zich persoonlijk in te zetten voor KWF Kankerbestrijding en nieuwe donateurs te werven. De eerste 100 donateurs! We zijn nog niet eens een minuut bezig! 24 uur lang aan de telefoon. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. En daarom was het een komen en gaan van allerlei bekende Nederlanders, artiesten, Rotterdammers die hen een hart onder de riem kwamen steken. Wel iemand in de omgeving die lijdt aan kanker. En nu, na 24 uur, is het moment daar en zullen ze hun cel verlaten. En de grote vraag is, met hoeveel donateurs gaan we Sta op tegen kanker 2014 beginnen? Lucille en Frits, jullie mogen nu naar buiten. En het is zover, dames en heren. Lucille, we mogen eruit. Eindelijk. Dames en heren, Lucille en ik zijn al 24 uur in touw, maar nu gaat het echt beginnen. Live vanuit het bomvolle Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam is dit de Benefietshow Sta op tegen kanker. Ja, 24 uur. Het zijn niet zomaar 24 uren geweest. Het was bijzonder. Wat hebben we ongelooflijk veel dingen meegemaakt. Kinderen die langskwamen, hele schoolklassen. Die tekeningen voor ons gemaakt hebben. Ja. We hebben heerlijke lunches gekregen. Er was iemand jarig die kwam een picknickmand brengen. Ja, echt. Die kwam met een picknickmand. We zijn zo ontzettend verwend. Jan-Willem Roodbeen was er. Ja, die met kwam live ook radio. Met live radio. Die is er ook nog geweest. En wat dacht je van het studentenhuis? Ja, die kwamen soep brengen. Ja, die hebben toch helemaal gek gemaakt. Helemaal gek gemaakt. Alle ramen gingen open. Allemaal om mee te doen. Ja, tegen die kanker. Want dat is zo ontzettend belangrijk. En het belangrijkste was, de lijnen hebben we 24 uur geleden open gedaan. 0800 1160 was het nummer. En we hebben 24 uur de eerste donateurs van KWF Kankerbestrijding mogen noteren. En dames en heren, er is volgens mij massaal gebeld. Nou, ik ben toch wel heel erg benieuwd. Want we hebben zoveel telefoontjes binnengekregen. Verhalen die je echt, Frits, die zullen me altijd bijblijven. Vertel eens even. Nou, ik zal je vertellen bijvoorbeeld. Een zoon die belde dat zijn vader 5 uur geleden overleden was. En toen belde die naar ons. Ja. Nou, dat soort verhalen krijgen we nog meer vanavond. Zo, Frits. Ik denk dat het een hele enerverende avond gaat worden. Ook heel inspirerend dat we prachtige dingen gaan zien. En ik denk echt dat heel Nederland samen met ons opstaat tegen kanker. In the morning, when the moon is set at rest, you won't find me at the time I love the best, watching rainbows with the sunlight, pools of water, ice cream, cold nights. In the morning, can't you imagine, it's the morning of my life. In the daytime, I will meet you as before. You will find me waiting by the ocean floor, building castles in the shifting sands. In a world nobody understands. In the morning, it's the morning of my life. The morning of my life. Hoe mooi zou het zijn als we vanaf morgen kanker nog sneller kunnen verslaan? Hoe fantastisch zou het zijn als er een morgen komt waarin niemand meer hoeft te sterven aan kanker? Hoe mooi zou een morgen eruit zien waarin kanker niet meer bestaat? Maar die morgen is er nog niet en daarom staan we samen op tegen kanker. Ik sta op. Ik sta op. Sta op. Sta op. Sta op. Tegen kanker. Tegen kanker. Tegen kanker. Sta op tegen kanker. Sta op tegen kanker. In the morning of my life, minutes and soon.
Goedenavond, dames en heren. Wat is dit nu al een bijzondere avond. Na 24 uur in die telefooncel, na ik geloof nou wel 37 zeker, niet geslapen zeker te hebben, staan we hier toch nog en volgens mij vol energie. Want vanavond is zo hard nodig. Wij dromen ervan dat we de dag bereiken waarop niemand meer hoeft te sterven aan kanker. Ja, en daar droomt u toch ook van. U thuis, op de bank, help ons hierbij. Want hoe meer geld er beschikbaar komt voor onderzoek, hoe sneller we de dag kunnen bereiken, ja, dat mensen niet meer sterven aan kanker. Dus schrijf samen met ons geschiedenis, ja, door nu op te gaan staan tegen kanker en word donateur en bel 0800 11 60. Maar Lucille en ik hebben natuurlijk al 24 uur lang telefoontjes aangenomen. En we kunnen dus nu meteen al gaan kijken naar een allereerste tussenstand. Ik ben benieuwd. We draaien ons om. Ik ben echt ontzettend benieuwd. Wat heeft die 24 uur ons al opgeleverd? 24 uur in een telefooncel heeft ons opgeleverd. Kom op, omhoog met 3386! Echt fantastisch, dames en heren. We kunnen beginnen met dit aantal, hebben we nog nooit gehad. Maar dit is pas het begin. Ik zou zeggen, sta ook op tegen kanker. Samen met al deze andere mensen, als u het nog niet gedaan heeft. En bel nu 0800 1160. Voor €5 per maand wordt u ook donateur van KWF Kankerbestrijding. Ja, en hierboven zit een belpanel van bekende Nederlanders. Ja, en die zitten de hele avond klaar voor uw telefoontje. 1 op de 2 mannen, moet u zich voorstellen, 1 op de 2 mannen krijgt kanker. En 1 op de 3 vrouwen. Helaas, een hele grote kans dus dat u of ja, een van uw dierbaren deze ziekte krijgt. En daarom staat Nederland vanavond opnieuw op tegen kanker. 1 op de 2 mannen krijgt kanker. Als kind was ik groot fan van superhelden als He-Man, de Transformers en de Hulk. Maar de grootste superheld was mijn vader. Een stoere, brede, grote, stoere man die de hele wereld aankon. En door hem kreeg ik vertrouwen dat ik later ook zo groot en sterk zou zijn. Nou ja, of dat gelukt is. Dit onaantastbare plaatje van mijn vader veranderde compleet toen hij te maken kreeg met kanker. Een grote tumor op zijn nieren. En hij kreeg de diagnose non-Hodgkins, lymfeklierkanker. En van de grote sterke man was in no time weinig over. Want door de chemo verdween zijn baard en zijn grote bos haar. En ik zie hem nog liggen in het ziekenhuis. Gelukkig sloeg de chemo aan en was de kanker niet uitgezaaid. Wonder boven wonder wist mijn vader te genezen en is inmiddels weer de grote held zoals hij altijd was. Ik besef dat ik ongelooflijk veel geluk heb gehad. Maar jammer genoeg zijn er heel veel mensen met minder geluk. En ik sta ook op voor jullie.
Ik denk aan jou, Corno, en je gezin. En ook sta ik op voor de vorige week overleden danser Serginho en zijn familie. En mijn allerliefste tante Ida, Nico en Fred, ik denk ook aan jullie. Ik sta op voor jullie. Zoals zoveel families heb ik de vreselijke ziekte van nabij meegemaakt. Ik vergelijk kanker wel eens met een dief in de nacht. Ineens staat hij voor je neus. Je wereld stort in. Zelf heb ik een dierbaar familielid aan baarmoederhalskanker verloren. En ook nog eens een nichtje van 6 jaar oud. 6 jaar. Zo'n kind dat nauwelijks begrijpt wat er gebeurt. Haar wanhopige ouders. Hartverscheurend was het. Maar er is hoop. De wetenschap vindt steeds meer handelingen en die levensreddend en levensverlengend kunnen zijn. En daarom sta ik voor alle artsen en onderzoekers die er alles aan doen om de strijd tegen kanker te winnen. Maar ook zij, artsen, worden getroffen door deze ziekte. Zoals Bianca Baijens, die jarenlang onderzoek deed naar baarmoederhalskanker in het Erasmus MC. Tot zij, hoe oneerlijk het ook kan zijn, zelf de diagnose baarmoederhalskanker kreeg. Niet veel later stierf ze, 31 jaar oud. De compassie van haar collega's en de kracht van haar familie hebben diepe indruk op me gemaakt. Als individu staan we machteloos, maar met elkaar zijn we in staat om onderzoek naar betere behandelmethoden te steunen. En alleen zo kunnen we de strijd tegen deze ziekte overwinnen. Daarom sta op, bel 0800 1160. Het succes van Sta op tegen kanker ligt in uw handen. Bel 0800 1160 en word donateur. We zijn ongelooflijk dankbaar voor iedere nieuwe donateur die zich vanavond bij ons meldt. En daarom maakt één van u kans, die vanavond donateur wordt, op een hele bijzondere verrassing. En degene die daar alles van af weet is mijn collega Gerard Ekdom. En daar heb ik nu contact mee. Gerard, vertel. Ja, Frits, nou, we hebben een hele bijzondere verrassing voor één van de nieuwe donateurs van KWF. Ik sta hier namelijk met de legendarische Nielson, die ken je van Beauty and the Brains. Nou, luister maar even. Ik ben niet zo'n held van mezelf, maar ik heb een superwoman bij me. Nou, dankjewel. Superwoman ben ik dus vandaag. Jij wel. We gaan dus het land in om iemand te verrassen. Maar Nielson, jij hebt ook iets met het onderwerp kanker. Ja, zeker. Ik denk dat ongeveer een jaar geleden is dat de vader van mijn schoonzus daar overleed. En dat heeft natuurlijk op hun een hele grote impact gehad. Maar ook op mij, omdat het gewoon mensen zijn die heel dichtbij staan. En ik heb daar gewoon met verbijstering naar zijn kijken hoe snel zoiets kan gaan. En die ziekte die moet gewoon de wereld uit, weet je. En het kan. En ik wil gewoon helpen om het onder de aandacht te brengen. Precies, dus word donateur. En misschien, wij trekken dus het land in. Misschien komen we wel bij u thuis langs voor een huiskamerconcert. Hoe leuk is dat? En waar we naartoe moeten? Ja, Frits, jij weet dat, of niet? Ik weet het nog niet, dus ik zou zeggen, hou nog even vol. Want we weten snel naar wie we jullie toe kunnen sturen vanavond. Het wordt een nieuwe donateur. Word nu donateur. Okay. Sta op tegen kanker. En wie weet staat Nielsen straks bij u in de woonkamer. Ja, daar gaat het natuurlijk helemaal niet om vanavond. Maar het is zomaar een klein sympathiek gebaar van ons. En als u belt, dan krijgt u misschien wel een van de bekende Nederlanders aan de lijn die bij Lucille in de newsroom staan. Lucille, hoe gaat het daar? Ja, Frits, ik sta hier dus eigenlijk in het zenuwcentrum op dit moment van Nederland. Want kijk eens even om me heen. Allemaal bekende Nederlanders. Je ziet natuurlijk Bert van Leeuwen, Henny Huisman, Simon Keizer, Kees Stol. En daarboven natuurlijk Joan, die eerder heeft meegedaan aan het Songfestival. Ik kijk ook nog eventjes hier aan mijn linkerzijde. Annico van Santen natuurlijk. Ja, echt waar. Iedereen is druk aan het bellen. De telefoon staat hier rood gloeiend. En dat moet ook. De hele avond lang. Anderhalf uur. Ja, de 24 uur, die hebben wij er al op zitten. Ik wil u echt zo ongelooflijk bedanken. Iedereen die donateur is geworden de afgelopen 24 uur. Hartverwarmend. Maar nu nog de rest van Nederland. En ik ga heel even kijken of ik Kees kan storen. Want ik ben toch wel heel erg benieuwd wat voor een verhaal hij nu op dit moment aan de telefoon hoort. Kees, sorry. Kijkt u tv? Ja, ik word door Lucille. Sorry, ik moet even een moment hoor. Lieve Kees, wat fantastisch dat je er bent. Ja, goed, vertel eens even, wat voor verhalen hoor je? Wat grijp je aan?
Nou, we zijn nog maar net begonnen, maar ze geven gul. Dat valt mij nu wel erg op. Ik heb bedragen van 100 euro, bedragen van 50 euro. Ja. Dus het gaat helemaal de goede kant op. En het gaat ook echt om die donateurs. Hè. Die zijn vanavond belangrijk. Ja, sommige mensen die willen liever eenmalig iets geven. En met name ook heel veel donateurs. En heb je al een persoonlijk verhaal gehoord van iemand? Ik ben eerlijk gezegd eigenlijk alleen maar heel erg druk met zoveel mogelijk geld binnenhalen. Dus ik hou de gesprekken liever kort, zodat we lekker door kunnen. Heel goed. Ga jij lekker door? Dan ga ik toch heel eventjes hier naar Simon. Ja, wij breken gewoon in. Want we willen de verhalen horen. Eén momentje, meneer. Simon, fantastisch dat je er bent vanavond. Is er al een verhaal wat je gepakt heeft? Nou, wat ik nu heel grappig vind is dat ik meneer Niks aan de telefoon heb, maar die geeft wel wat. Okay. Ja. En je moedigt ze ook aan om voornamelijk donateur te worden, hè? Ja, natuurlijk. Ik ga qua donateurs beter dan de eenmalige donaties. En ook beter dan mijn buurman. Dus toch een beetje een strijd natuurlijk. Ja, dat snap ik, hè. Dat heb je. En wie gaat er winnen? Ik. Jij gaat winnen? Oké, okay, heeft Kees dat gehoord? Nee, want die is druk aan het bellen. Goed. Ja, nee. Simon gaat winnen. Maar dat weet jij verder niet. Ja, Simon mag natuurlijk verder gaan. Oké, we gaan eens eventjes kijken naar de tussenstand van dit moment. Want ja, daar gaat het vanavond allemaal om. De tussenstand. Een belangrijk moment. Zo, dat gaat hard. 6.158 donateurs. Nu al zo vroeg in de uitzending. Dat is werkelijk fantastisch. Briljant, briljant. Ik denk dat die lijnen rood gloeiend staan. Inderdaad, een geweldige tussenstand. Lucille, ik sluit me bij je aan. Wat heerlijk om dat nu al te zien. Ik denk dat we zometeen weer bij je terugkomen. Wat zou mooi zijn als we dan al richting de 15 of 20.000 kunnen gaan. Help ons daarbij, dames en heren. Bel 0800 1160 en word ook nu donateur. In de afgelopen 4 jaar van Sta op tegen kanker hebben we veel verschillende patiënten leren kennen. Mensen die midden in een behandeling zaten, die hoopvol waren. Maar ook mensen die waren uitbehandeld. Zij hebben laten zien wat de impact van kanker is op ons leven. Een impact die misschien nog groter is als je jong bent. De afgelopen 4 jaar leerden we deze dappere kinderen kennen. Mijn droom is beter worden. Beter blijven. Ik heb een periode gehad dat ik echt hele zware chemokuren. En daar werd ik hartstikke ziek van. En ik had heel erg veel pijn. Ja, ik kon gewoon als niks meer. Ik had heel erg veel hoofdpijn aan mijn achterhoofd. Uiteindelijk kreeg ik een MRI-scan. 4 dagen daarna ben ik geopereerd. En toen zei de arts tegen mijn ouders van... het was een kwaadaardige hersentumor. Je kind had dus kanker. Toen schrok ik echt. Toen moest ik zoveel huilen. Ik weet gewoon niet. Ik heb er geen woorden voor. Toen ze net gehoord had dat ze leukemie had, toen durfde ze ook niet te gaan slapen. Want ze was bang dat ze niet meer wakker zou worden. Nou, dat is voor een meisje van 11 jaar, denk je van ja, weet je, daar moet je niet mee bezig zijn. Tikkertje, verstoppertje en die spellen waarbij je moet rennen. Die spellen, die kan ik nu niet doen. En... dat wil ik wel weer doen. Dit is Sanne. Sanne is 14 jaar, heeft leukemie en had niets liever gewild dan hier vanavond te staan. Maar de noodzaak van dit programma werd gisteren pijnlijk duidelijk toen we tijdens de repetitie een telefoontje kregen en hoorden dat Sanne een heftige reactie op haar chemokuur heeft gehad en hier dus vanavond niet kan zijn. Dit is wat Sanne wou zeggen. Ik droom van een toekomst, een lang en gezond leven. Ik zie een toekomst waarin de knapste dokters ter wereld samenkomen om hun kennis te delen. Hoe langer we wachten, hoe meer mensen we verliezen. Vanavond sta ik hier als iemand die leeft met kanker, die u vraagt om niet langer te wachten. 4 jaar later en in die 4 jaar is er veel gebeurd. Dankzij onderzoek en goede behandeling sta ik hier. Pas na 5 jaar kankervrij ben je officieel genezen. Het is nu bijna 5 jaar verder. Ik ben bijna klaar met kanker. Sanne, 4 jaar geleden kon je er niet bij zijn. Nu wel. Dat vinden we ontzettend bijzonder. En dat niet alleen. Want hier zitten ook Michael, Isa en Nisrin. En we hebben goed nieuws over hen. Want ook met hen gaat het hartstikke goed. Wat bijzonder dat jullie er vanavond zijn. Dames en heren, groot applaus. APPLAUS.
Wij zetten ons al jaren in om geld in te zamelen en aandacht te vragen voor de kinderziekte neuroblastoom. Dit is een zeldzame vorm van kinderkanker en zodra je daar weet van hebt, zet je je daar direct voor in. Omdat wij alle vier vader zijn en omdat je als kind je ouder gewoon, ja, als ouder je kind gewoon absoluut niet mag overleven. Daarom. Brick by brick, we built a house and then we broke it down. And word for word, we meant to hurt and then we killed the sound. Well, it starts with a joke and then it goes up in smoke and leaves us wondering how. Well, no one knows and that's all she wrote. Well, at least for now. We're building a fire to warm up in its arms. The tears are like diamonds, but nothing is ever good enough. Nothing is ever good enough for love. Brick by brick, we built a house in this crazy town. Word for word, you make love or get hurt. Yeah, I won't back down. But it starts with a kiss. How did it end up like this? Shit, we're running around. Well, it goes to show you never will know what life's about, what life's about. We live by the fire, we warm up in its arms. Tears are like diamonds, but nothing is ever good enough for love. We're building a fire here, warm up in its arms. The tears are like diamonds, but nothing is. So stone by stone we make a home, just to stroll around it for a while. We're close together but so alone, yeah. Quite a life for quite a lie. Say, are we building a wall right before our eyes? We're close together, but still alone. We're building a fire. We warm up in its arms. The tears are like diamonds, but nothing now's ever good enough. No, no. We're building a fire. I'm up in its arms. Its tears are like diamonds. Nothing is ever good enough. Nothing is ever good enough for our life. No, nothing here is ever good enough, good enough for our life. Ik ben Dirk Moes, 61 jaar. Ik zit naast mijn lieve vrouw Anja. En deze twee schatjes, dat zijn onze kleinkinderen. David en Esmee. David wordt alweer bijna 3. Dat gaan we uitbundig vieren met taart en ballonnen. Want ik zal hem nooit 4 zien worden. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent Arend-Jan. Ik ben Arend-Jan, de fotograaf. Leuk je te ontmoeten. Ja, ik kom vandaag foto's van jullie maken. Ja, we wilden eigenlijk iets ter herinnering voor later, we willen iets laten maken. De nagedachtenis als ik er niet meer ben. Zo'n 3 jaar geleden maakte ik me al zorgen over de gezondheid van Dirk. Hij viel in korte tijd zo'n 12 kilo af. Wat een vriendzame, lieve. De klachten verergerden en hij kreeg ook veel buikpijn. En op een gegeven moment kreeg hij een longontsteking. Toen is hij heel erg ziek geweest. Dus op 14 maart 2014 kregen we de diagnose darmkanker met uitzaaiing in de lever en in de longen. Ja, en de prognose was ongeveer 7 maanden. Waar is die? Waar is die? Ready?
Als je over mijn kleinkinderen... gaat beginnen, ja, dan word ik emotioneel. Ja. Dan zie ik die turfjes en dit contact en... ja, het spelen met ze. Sinds een paar maanden heb ik wat meer energie, dus ik kan ook weer een beetje dansen met mijn kleinzoon van 2,5. Ja, daar word je helemaal warm van. Ja. Nee, je ziet het. Ja. Ja, niet in de zon, niet in de zon kijken. Het was eigenlijk in een vrij snel tijdbestek was de diagnose bekeken. Maar dat kon natuurlijk ook van het jaar, anderhalf jaar ervoor, het... door sabbelen van mijn eigen wijzigheid, van ik heb niks. En een mooie lach natuurlijk, hè? Ja, dat gaan we doen, hoor. Er wordt zoveel onderzoek gedaan. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel de keuze maken om dat traject in te gaan. Als je zegt, had je het anders willen doen? Ja, je moet er eigenlijk veel meer sneller op inspringen. Ook al kon ik dat niet. Eigenlijk als je een partner hebt, naar je naaste partner luisteren van... joh, tot hier en niet verder en nou ga je. Heeft Anja honderden keren gezegd. En ik heb het honderden keren naast me neergelegd. Als er maar één kijker is die denkt van ja, laat ik toch die stap nemen, laat ik die keuze maken, dan ben ik daar al heel dankbaar voor. Ja, waar we nog mooie dingen kunnen doen. We hebben ook een hoop mooie dingen gedaan. Dus in die zin verdriet, ja, hetzelfde weer. Het zij zo, ik kan het niet veranderen. Ja, en Anja is hier vanavond bij ons op de eerste rij. Dirk voelde zich helaas niet sterk genoeg om vanavond ook te komen. Dat geeft de noodzaak van deze avond nog maar eens aan. In gedachten zijn we bij hem. En fijn dat jij er wel bent, dames en heren, Anja. Geen enkel kleinkind zou zijn of haar opa of oma mogen verliezen aan kanker. Maak het verschil en bel. Pak de telefoon en bel nu 0800 1160 en word donateur. Bel nu 0800 1160. 1 op de 3 vrouwen krijgt kanker. En ik was daar één van. Vorig jaar rond deze tijd was het nog maar de vraag hoe het met mij zou aflopen. Ik vocht keihard tegen uitgezaaide blaaskanker. Ik wilde hier blijven. Ik was er nog helemaal niet klaar voor om te gaan. Maar ik wist niet of het zou lukken. En ik wist niet of het mij gegund was. Mijn grote liefde Jeroen wilde niet afwachten hoe het verder zou gaan. Hij wilde niet wachten op verbetering, omdat we niet wisten of die überhaupt wel zou komen. Hij vroeg mij ten huwelijk en vorig jaar 18 oktober ben ik getrouwd. Kaal, doodmoe, maar zielsgelukkig. Dankzij onderzoek heb ik de behandeling kunnen krijgen en na een ontzettende heftige en zware periode ben ik er nog. En vanavond sta ik hier met haar, vol energie en gelukkiger dan ooit. Als kankerpatiënt krijg je continu die ene vraag. Wat is de prognose? Hoe lang heb je nog? Zo ook mijn oom, Ronald. Afgelopen februari kreeg hij de diagnose darmkanker. En de artsen hadden geen idee hoe lang hij nog had. Hij besloot meerdere behandelingen te ondergaan. En ondertussen zoveel mogelijk te genieten van iedere dag. Hij werd 50 begin dit jaar. En er zat ook nog eens een 25-jarig huwelijk aan te komen met mijn tante. Reden om een groot feest voor alle vrienden en familie te gaan geven dus. Maar zijn feest moest plaatsmaken voor zijn begrafenis. 2 weken voor hun huwelijksdag overleed oma Ronald. Omringd door zijn dierbare dochter Lizzie, zoon Niels en vrouw Ineke. Tja, hoe lang heb je nog? Het kunnen jaren zijn, maanden of weken. Voor Ronald waren het 7 krappe maanden. Zo snel kan het dus gaan. En daarom is het belangrijk dat u belt om de tijd te rekken. Tot hopelijk een heel leven lang. Bel daarom 0800 1160.
Dames en heren, onderzoek is het begin van iedere oplossing. En dus ongelooflijk belangrijk. Een van de mensen die zich hier dagelijks mee bezighoudt is professor Dr. René Bernards. We kennen allemaal wel iemand met kanker. We zijn er bang voor en hopen het zelf niet te krijgen. Maar wat is het precies? Kanker is een wildgroei van ontregelde cellen die zich onttrekken aan de normale celdeling. Zo kan er dus bijvoorbeeld een knobbeltje ontstaan dat wel uit een miljard boosaardige cellen bestaat. Hoe behandelen we kanker nu? Kanker is niet één ziekte. Zo heb je bijvoorbeeld borstkanker, longkanker, darmkanker, etc. En zo wordt het ook in de meeste gevallen behandeld. We halen de tumor uit dat orgaan door een operatie of hij wordt bestreden met chemotherapie. Maar aan chemo kleeft ook een nadeel. Het doodt de kankercellen, maar helaas ook gezonde cellen. En dat heeft vaak nare bijwerkingen voor de patiënt. Chemo is dus ook niet in alle gevallen even effectief. Baat het niet, dan schaadt het dus wel. Wij wetenschappers beginnen kanker steeds beter te begrijpen. En dat is echt vooruitgang. Vroeger keken we alleen met de microscoop naar de buitenkant van een kankercel. Maar dat zegt helaas niet alles. Een grote doorbraak in kankeronderzoek is dat we nu weten dat kanker wordt veroorzaakt door veranderingen in het DNA van de kankercel. Je moet daarom in de tumorcel kijken om de oorzaak van de ziekte te kunnen zien en aan te pakken. En dat kunnen we nu met high-tech apparaten. Door naar het DNA te kijken weten we nu dat geen tumor hetzelfde is. Dus bijvoorbeeld geen twee borstkankers zijn gelijk. En daarom zouden we ze dus ook niet op dezelfde manier moeten behandelen. Ik onderzoek kankerbestrijding op maat. Maar hoe werkt dat nou? Door in de tumorcel te kijken zien we langs welke weg het signaal wordt gestuurd waardoor de cellen zich blijven delen. En als we die weg weten, weten we ook dat we die moeten blokkeren. We blokkeren de weg met één medicijn, maar als de tumor zijn omweg heeft gevonden, werkt dat medicijn niet meer. Door ook de omweg te blokkeren met een ander medicijn, blokkeren we de groensignalen en slinkt de tumor. In de behandeling van kanker moeten we daarom geneesmiddelen gaan combineren. Er is niet één enkele oplossing voor het kankerprobleem, maar je moet het voor iedere patiënt afzonderlijk oplossen. Therapie op maat. We moeten op zoek naar de beste combinatie van medicijn voor elke patiënt. En dat is geen gemakkelijke taak. Alleen al een combinatie van twee medicijnen levert maar liefst 500.000 verschillende mogelijkheden op. Per patiënt. Je bent dan wel even zoet voor je de juiste combinatie hebt gevonden. Onderzoek blijft dus heel hard nodig. Het is onze taak als onderzoekers om de kennis die er nu is, de resultaten die we in het laboratorium boeken, zo snel mogelijk bij de patiënt te krijgen. Dat is mogelijk, maar daar hebben we uw hulp bij nodig. Want onderzoek kost geld. Veel geld. Samen kunnen we kanker sneller verslaan. Het lijkt me duidelijk. Dit is waarvoor u vanavond geeft. Onderzoek is de sleutel tot succes. U bent hard nodig als donateur van KWF Kankerbestrijding. Help onderzoekers zoals René Bernards om kanker sneller te verslaan. En bel nu 0800 1160. Straks unieke optredens van Paul de Leeuw samen met Karel Kraaienhof. En Ilse de Lange zingt met The Common Linnet speciaal voor haar overleden vader. Maar nu eerst een bijzonder optreden van Tijl Bekkant. Ik doe me ontzettend goed om op een avond als dit hele positieve verhalen te horen. Want dat kun je gebruiken. 10 jaar geleden verloor ik mijn beste vriend. Hij was 31 jaar. We kenden elkaar ons leven lang, vanaf ons 16 jaar. We zaten bij elkaar in de klas. De laatste jaren alleen maar naast elkaar. We gaven elkaar onbruikbaar advies als het ging om meisjes. We hadden ons eerste vakantiebaantje samen, gingen op vakantie, deden examen. En we droomden samen van een leven in de showbizwereld. 31 jaar, dat is nu 10 jaar geleden, dat lijkt heel lang geleden. Maar ik denk nog altijd aan hem. Ik kwam een keer op een nacht thuis en toen zag ik een documentaire over een liedje, een bijzonder liedje, gemaakt door Harry Bannink en Michel van der Plas. En toen ik dat liedje hoorde, toen dacht ik, als ik ooit de kans krijg, dan zing ik dat voor jou, Tjarda. Want ik praat er niet makkelijk over en kun je afvragen waarom dan dit grote gebaar. Omdat hij zou zeggen, heerlijk, zo'n groot gebaar. Ook al kun je helemaal niet zingen, Tel. Heerlijk dat je het doet. Dus deze is voor jou. Het liedje uit Kees, aan de vleugel, John van Eyck.
Verdomme Kees. Alweer een jaar vandaag dat jij begraven bent. Gek toch een vlucht advent. Want God je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat? Behalve dus dat ik je een beetje mis. Nou ja, op mijn manier is alles enig hier. Denk niet, Kees, dat er veel veranderd is. Hoogstens een kleinigheid in nauwelijks één jaar tijd. Er is nog altijd sterreclame, maar bij de politieke namen is er één nieuwe race. En er zijn intercitytreinen. En jij hebt andere gordijnen gekregen, naar ik vrees, Kees. Verdomme Kees, een jaar is toch wel lang als je elkaar niet ziet. Ik weet het eigenlijk niet. Het gaat allemaal toch doodgewoon zijn gang. En het draait me, denk ik nou, hier ook wel zonder jou. Kan meer God schrijft niet meer in het parool. Maar de raketten gaan nog altijd in hun baan. Nou ja, je dochtertje gaat nu naar school. En volgend jaar je zoon. Ach, dat is heel gewoon. En toch als ik bij ze hoor praten van een opeens hiaten tussen mijn clichés. Want dat jouw rozen niet meer bloeien, omdat ze niet voldoende sproeien, dat zegt iets naar ik vrees, Kees. Verdomme Kees, ik weet het nou niet meer. Ik denk steeds aan wat je zei. Het gaat allemaal voorbij. En dat de tijd van leven telkens weer gewoon opnieuw begon. Niets nieuws onder de zon. Maar dat is niet waar, want jij was enkel jij. Jij hebt hier rondgedwaald en dat wordt nooit herhaald. Als ik jouw huis zie, dan hoor jij daarbij. En na zo'n kinderfiets mis ik toch ook wel iets. Maar verder valt er niets te melden. Er drijft nog olie op de Schelde. Er zijn nog steeds cafés. En gisteren hoorde ik heel even hiernaast het lied Lang zal ik leven. Geweldig, maar ik vrees, Kees. Deze projectie was Serginho Binet te zien. Een hele goede vriend van me en een icoon binnen de danswereld. Maar helaas is hij niet meer bij ons. Ongeveer 2 maanden geleden werd kanker bij hem geconstateerd. En niet eens 2 weken geleden is hij overleden hieraan. Het ging zo snel, maar hij zei altijd: geloof in jezelf, geloof in je dromen. The sky is no limit. Daar inspireerde hij iedereen mee. We zouden samen nog optreden. Maar helaas heb ik dat niet meer in levende lijven kunnen doen. Op deze manier heb ik toch nog met hem kunnen dansen. Deze was voor jou, Serginho. Wat raakt het enorm. Alles wat er bij jullie daar gebeurt. Tel, jouw optreden. Het heeft me echt diep en diep en diep geraakt. Wat was het mooi, wat was het prachtig. En ja, we weten ook echt waarom we dit hier doen vanavond. Dank u wel, Nederland, dat u
zo massaal opstaat tegen kanker. Want we merken het allemaal hier in het zenuwcentrum van Nederland. Er wordt ongelooflijk goed gebeld. Maar ik wil u één ding vragen vanwege de snelheid. Zorg ervoor dat u het IBAN-nummer bij de hand heeft. Dat is echt even belangrijk, want er komen zoveel telefoontjes door. Het IBAN-nummer moet u gewoon echt even bij de hand hebben. Want dan kunnen we schouw door met de volgende bellers. Hartelijk, hartelijk dank voor alles wat u in Nederland doet. Sta op tegen kanker. U doet het werkelijk. U maakt hier vanavond het verschil. En dan te bedenken, want ik heb even meegebeld, dat er ieder uur 5 mensen in Nederland sterven aan kanker. 40.000 per jaar. Ongelooflijk. Daar moeten we met elkaar iets aan gaan doen. Lieve Gers, ik moet je storen. Ja, Gers, ik weet het. Het is vreselijk om je te moeten interrumperen, maar ik moet het echt. Want zeker jij zit hier niet voor niets. En dat wil ik heel graag even van je horen. Ik kan het niet zo goed verstaan hier, maar ik doe mijn best om zoveel mogelijk geld... Nee, maar jouw persoonlijke verhaal, Gers. Dat wil ik heel graag weten. Nou ja, mijn moeder die is toen ik 17 was overleden aan kanker. En een oude vriend van ons ook en wat mensen in onze omgeving. Dus ja, daarom ja, wil ik mij graag zoveel mogelijk inzetten voor het KWF. En ja, op deze manier. En wat doet het je nou dat je verhalen van mensen hoort vanavond? Ja, dat is wel heel heftig, ja. Dus ik heb echt mensen aan de lijn gehad die zelf kanker hebben. En of die iemand hebben verloren. Ja, het is best wel heftig even. Dus dat probeer ik dan niet helemaal... Ja, ik luister er wel naar, maar ik probeer er niet helemaal in te verdwijnen in zo'n verhaal. Want dat is best wel heftig natuurlijk, ja. Gers, ga lekker door met bellen, want we hebben het hard nodig. Ja, en er is een t-shirt, een bijzonder t-shirt, door Nederland gegaan. Op een hele bijzondere manier, langs allerlei programma's. Ik laat het u zien. Chantal Jansen staat op tegen kanker. Volgende week is er weer een groot televisieuitzending voor het Goede Doel met Frits Sissing en Lucille Werner. Maar Chantal trapt de actie nu al af. Ik sta op voor Arton. Zo, Maurice. Deze is voor jou. Ja, er was een pakketje voor ons vanochtend. Mm-hmm. En in die doos zat een shirt waarop staat ik sta op tegen kanker. Ja, ik kan hier natuurlijk weinig anders dan de naam van mijn vader opzetten. Ja, ik zit ernaar te kijken. Het is zeer indrukwekkend. Allemaal bekende mensen die dan opstaan voor iemand. Even kijken. Ik sta op voor lieve Sas. Oh, Sas, ik mis je zo. Ja, en dit t-shirt is dus hier in het Zenuwcentrum van Nederland aanwezig. Met name als Chantal Jansen, Paul de Leeuw en allemaal hebben ze iemand erbij gezet waaraan zij moeten denken als het gaat om dit thema. Ik ga meteen naar de tussenstand, want dit t-shirt ga ik weggeven aan, laat ik zeggen, de 20.000ste donateur. Dat vind ik een uitdaging. De 20.000ste donateur krijgt dit unieke t-shirt. De tussenstand, we gaan er naar kijken. Wat is het? Kom op, blijf bellen. Ik ben heel benieuwd. Zo belangrijk. Oh, 10.000! 10.000, ruim 10.000. 389. Dus hebben we nu al binnen. Frits. Nou, hartstikke mooi. Ja, ik vind het een goed idee. We zijn prima op weg naar die 20.000ste donateur. En die krijgt dat t-shirt. Lucille neemt weer plaats achter de telefoon. En mensen thuis, blijf vooral naar Lucille en alle collega's in het belpanel bellen. 0800 1160. U kunt donateur worden voor €5 per maand. Ik kan het vanavond niet vaak genoeg zeggen. Pak nu de telefoon. 0800 1160. 20 jaar geleden is mijn moeder overleden. Ze is 7 jaar lang ziek geweest. Het is begonnen met borstkanker, met een knobbeltje bij de borst. Je eigen moeder pijn zien lijden. Nee. Rotmomenten. Ja. Toen belde mijn huisarts met de vraag of het niet een idee zou zijn om DNA-onderzoek te laten doen. Omdat het best wel eens kon zijn dat het familiair was. Dus ik heb bloedonderzoek laten doen en binnen 1,5 maand al had ik een brief in de brievenbus.
En op die brief stond het minder goede nieuws. Wat ik eigenlijk niet verwacht had. Dat ik het BSCA ingen had, heb. Mijn vader heeft op een gegeven moment het dagboek van mijn moeder naar mij toegestuurd. De angst die mijn moeder opschrijft om ons nooit meer te kunnen zien opgroeien. En mijn vader en ons alleen te moeten laten. Ja. Toen dacht ik, nou, ik wil bij mijn gezin blijven. En ik weet wel, ik ga nog niet zomaar dood. Maar ik ga er niet op wachten dat ik heel ziek word. Of dat we met z'n allen wat van alles mee moeten maken. En dus kies ik voor een preventieve borstoperatie. Er is weer een brief binnen. Uw opname en operatie zijn gepland op maandag 17 februari. Wilt u zich om 7:15 melden op de verpleegafdeling plastische chirurgie? Ja, dan weet ik eindelijk waar ik aan toe ben. Het is iets wat bij je hoort en helemaal als vrouw natuurlijk. Die borsten die horen daar en ik ben er altijd wel trots op geweest. En ja, nu ben ik toch niet meer zo trots. Nu wil ik wel graag dat in ieder geval het weefsel en de klieren wel weg worden gehaald. Het is inmiddels alweer zondag. Morgen mag ik alweer naar huis. Ja, je hebt het gevoel alsof er een vrachtwagen over je borst is gereden. En dan komt het moment dat je voor het eerst je nieuwe borsten ziet. En ik ben er heel erg blij mee. Het is wel goed gelukt. Gaat heel goed met mij. Ik ben best wel snel hersteld. De littekens die zijn weer mooi geworden en alles voelt weer goed. Best mooi. Ik ben er hartstikke trots op. Ik ben blij dat de wetenschap nu al zo ver is dat ik een beslissing heb kunnen nemen die mijn moeder niet gehad heeft, maar ik wel. Daarom zit ik hier nog. En heb ik de kans gekregen om borstkanker voor te zijn. En Marleen zit natuurlijk ook hier vanavond. Fijn dat je er bent, Marleen. En bijzonder dat je je verhaal met ons hebt willen delen. Dames en heren, Marleen heeft de kans gekregen borstkanker voor te zijn, dankzij onderzoek. Toch is meer onderzoek nodig, want nog steeds krijgen 1 op de 3 mensen kanker. Steun dus, KWF Kankerbestrijding. En bel nu 0800 1160. Ik herhaal nogmaals, 0800 1160. Eén op de 3 vrouwen krijgt kanker. En ik was daar één van. In augustus 2012 werd er bij mij borstkanker geconstateerd. Dat betekende een borstbesparende operatie, bestraling, chemo, alle dagen doodmoe met een pruik op mijn kop. Kortom, het hele pretpakket. Een loodzware, nare tijd die ik goed ben doorgekomen. Niet alleen omdat ik goed ben opgevangen door vrienden en familie, maar ook omdat ik goed ben geholpen, door de mensen van het Sint-Franciscus ziekenhuis hier in Rotterdam. En daar sta ik voorop. Voor de hulpverleners die binnen dit moeilijke werk vaak precies wisten wat ze voor me konden betekenen. Met de juiste dosis Rotterdamse humor en serieuze nuchterheid hebben ze mij er doorheen gesleept. En het blijft wonderlijk dat je op een chemoafdeling zo kan lachen dat het soms bijna gezellig lijkt om er naartoe te moeten gaan. Omdat jullie tijdens pijnbehandeling een luisterend oor hadden. Oh jongens, ik had dit zo graag zonder tranen gedaan, maar het lukt me niet. Omdat we konden lachen om een harde grap, jawel, wil ik jullie nu graag een hart onder de riem steken en opstaan en een diepe buiging maken. En het liefst zou ik er ook nog bij zingen en er een tapdansje bij maken, maar dat wordt een puinhoop, dat doe ik niet. Dankjewel.
7 jaar geleden bleek mijn vrouw borstkanker te hebben. Als een donderslag bij heldere hemel lijkt je hele wereld in te storten. En het is ongelooflijk wat een enorme impact kanker heeft op jezelf en je naaste omgeving. Je vreest meteen het ergste, ondanks alle hoop op herstel. Na 2 operaties en bestralingen is het met mijn vrouw gelukkig helemaal goed gekomen. En kunnen we nu echt stellen dat ze is genezen. Ik geloof dat er op één dag een behandeling ontwikkeld kan worden om iedereen te genezen van kanker. En daar is onderzoek voor nodig. Sta daarom op tegen kanker en bel ons nu 0800 1160. Blijf gerust staan. Dat vind ik ook wel fijn. Ik weet nog dat ik met mijn moeder in het ziekenhuis zat. En we gingen naar de internist voor de zoveel fuckingste keer. En we zitten daar op dat bankje te wachten. Een half uur later komt de arts naar ons toe en die zegt: goh, mevrouw Flori, u zou wel houten billen hebben. En toen zei mijn moeder: nee, ik heb kanker. Dat is iets wat super powerful is. Je zei het net al, gezonde dosis humor en liefde is iets wat je weghaalt van de angst en de onduidelijkheid die het met zich meebrengt. Ik heb dit kaarsje voor mijn broer en voor zijn vrouw. I love you. It's you and her that hurt me. Seems all the laughter is gone. I remember the days going out, having fun now. My bitterness awakes me in the evening sun. I remember it's all in vain. Summer nights, drawn by the fire, all the embers were smoldering still. Now I'm lost in the cold. Time to let go.
Somebody take me home. Van Sta op tegen kanker gaat volledig naar onderzoek. Zo financiert KWF Kankerbestrijding Dream Teams. In deze Dream Teams zitten de knapste onderzoekers ter wereld om ervoor te zorgen dat patiënten sneller en beter behandeld kunnen worden. En ik ben hier om professor Gerrit Meijer te ontmoeten. Hij staat aan het hoofd van zo'n Dream Team. Gerrit, wat goed je te ontmoeten. Goed je weer te zien. Hoe gaat het? Heel goed. Hoe is dat nou voor jou om met levensreddend werk bezig te zijn? Ja, dat is eigenlijk waarvoor je dokter bent geworden uiteindelijk. En dat kun je op een heleboel verschillende manieren doen. Want mensen denken dan vaak aan medicijnen of aan operaties. Maar in feite begint dat allemaal met een goede diagnose stellen. Ik ben patholoog, dus ik zie wat dat oplevert. En ik weet wat we nog meer zouden kunnen bereiken. Dus dat is een enorme motivatie om dit soort dingen door te gaan. Dikke darmkanker is een heel serieus probleem. Er sterven nu in Nederland ieder jaar 5000 mensen aan darmkanker. En wereldwijd zijn het 5000 in Nederland? In Nederland. Ja. En wereldwijd zijn het er meer dan 500.000. Zo. En we denken dat we daar heel goed wat aan kunnen doen. Maar daar moet nog wat werk verzet worden. En dat is wat we met het Dream Team gaan doen. Ik vind het zo bijzonder wat jullie doen. Met een Dream Team, jij als leider, aan het hoofd van dit team. Allemaal internationale wetenschappers. Toch proberen om kanker onder de knie te krijgen. Ja, zoals je weet hebben we in Nederland sinds kort een bevolkingsonderzoek op darmkanker. Ja. Zo zijn wij bezig om een betere test te ontwikkelen. Ja, helemaal goed. Oké. En, wat vind je? Nou, staat je goed. Waar doen ze hier nou specifiek onderzoek naar? Nou, het ontwikkelen en uittesten van de nieuwe darmkankerscreeningstest. Ja. We gebruiken onder andere DNA-markers. Net zoals de politie DNA-sporen gebruikt om boeven te vangen. Precies, gebruiken wij DNA-sporen om tumoren te vangen. Ja. Nou, dat werk, dat gebeurt hier in het lab. Dit is de plek waar we onze poepmonsters hebben opgeslagen. Hier staan allemaal vriezers, heel koud, min 80 graden. Die hebben we nodig omdat als we zo'n nieuwe test betrouwbaar willen maken, moeten we hem uittesten op hele grote series patiëntenmateriaal. Die test, die is dus heel erg belangrijk. Ja, daar gaat het om. Het is ook absoluut teamwork. We hebben allemaal experts op een eigen gebied. Mm-hmm. En bijzonder is inderdaad dat die samen aan één doel werken. Namelijk om zo'n nieuwe test te krijgen waarmee we kanker nog vaker, nog vroeger kunnen opsporen. I'm really excited about this project. It's a fantastic team that we're working with on your end. On the Dutch side, and we've got a great team here on our side, and we hope over the next several years really to make a dramatic impact in this disease. Ik hoop echt dat die test er gauw gaat komen, dat die goed gaat werken, zodat we dat percentage en naar beneden kunnen krijgen en heel veel levens kunnen redden. Doen we allemaal ons best voor. Dankjewel. Na 24 uur vergeet je nog wel eens wat. De hele dag zijn ze al aan het werk, het Dream Team 2014. En vanavond zijn ze natuurlijk hier. U ziet ze daar allemaal staan. Het Dream Team 2014 uit Nederland, de Verenigde Staten, Portugal, Polen. En ook de co-leider van het team uit Amerika is aanwezig. We willen natuurlijk nog veel meer geweldige teams aan het werk zetten. Samen met onderzoekers uit de hele wereld. Want door de krachten te bundelen kunnen we kanker sneller verslaan. En daar is heel veel geld voor nodig. Word daarom donateur. Bel nu 0800 1160, want alleen samen kunnen we kanker sneller verslaan. Bel dus nu 0800 1160. We gaan even weer naar Gerard en Nielsen toe. Ze zijn inmiddels op pad gestuurd naar een nieuwe donateur. En we zijn heel erg benieuwd naar wie ze toe gaan, Gerard.
Ja, sterker nog, Frits, we staan nu voor de deur bij een van die nieuwe donateurs met onze held Nielson. Die we dus gaan verrassen met een huiskamerconcert. En misschien herkent u de straat. Misschien woont u hier wel, dat zou kunnen. Dan staan we nu bij u voor de deur namelijk. Dus ik stel voor, zullen we aanbellen? Ja, laten we dat gaan doen. Voordat ze al doorhebben dat we eraan komen. Precies. Iemand die dus vandaag donateur is geworden van KWF, gaan we dus nu verrassen met een optreden. Hier staat de bel. Ik vind het wel spannend, man. Nou hoor, het is wel spannend. Kijk wat er nu gaat gebeuren. Een verrassingsconcert van Nielson. Wie wil dat nou niet? Kijken of er op wordt open. Zou jij dat willen dan? Ja, ik wil altijd. Hallo dan. Goedenavond. 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 Ik ben Sascha. Hoi, ik ben Niels. Mag ik even binnenkomen? Ja, dat is goed. Hoi, Sascha. Nieuwe donateurs. Ik ben Bas. Niels, hoi. We komen u verrassen. Hoi. Hallo. Hallo dan. Ik ben Bas. Goedenavond. Goedenavond. Hoi. Spannend. Gezellig. Zometeen komen we bij je terug, Frits. Het wordt leuk. Oké, Nielsen gaat zich voorbereiden op zijn thuisconcert. En straks zingt hier Ilse de Lange samen met de Common Linnets voor haar vader. En vertelt Najib Amali over zijn moeder. Als u thuis nog twijfelt om donateur te worden, kijk dan even mee. Want er zijn duizenden redenen om donateur te worden. Ik ben donateur van KWF. Omdat ik de kans groter wil maken om kanker te overleven. Omdat ik mijn man na 1,5 jaar huwelijk al heb moeten verliezen. Omdat ik niet samen oud heb kunnen worden. Omdat Devin, ons broertje, maar 14 maanden is geworden. Hij kwam maar 1 keer zijn verjaardag vieren, terwijl een verjaardag het allerleukste is. Omdat ik bij alles wat ik nu doe, jouw raad en gesprekken mis. Wie weet zie ik je, pap. Ik mis je. Ik steun KWF omdat... Dat ik mijn kinderen wil zien opgroeien. Omdat mijn vriendinnetje niet ouder is geworden dan 17 jaar. Omdat ik de wereld wil veranderen. Omdat ik zelf 3 jaar geleden ben getroffen door borstkanker. 2 weken geleden ook mijn moeder. Lieve mam, ook jij gaat dit overleven. We gaan er samen voor. Omdat verder onderzoek mensenlevens redt. Omdat ik vandaag mijn Ik ben weer beter feest kan vieren. En dat gun ik andere mensen ook zo. En u zag onder andere Patricia in het filmpje. En zij is vanavond hier ook bij ons. Fantastisch dat je donateur bent. En fijn dat je vanavond hier bij ons bent. Dames en heren, thuis, doe net als Patricia en breng de dag dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker dichterbij. Maar liefst 1 op de 3 mensen krijgt kanker. Niemand kan hiervan wegkijken. Donateur worden kost €5 per maand. Bel 0800 1160. Voor €5 per maand bent u donateur. Dus pak die telefoon nou en bel 0800 1160. We gaan... Maar weer eens even kijken naar Lucille. Ik ben benieuwd naar een tussenstand. Lucille, hoe gaat het daar? Ja, Frits, het is echt hartverwarmend. Alle verhalen die hier vanavond binnenkomen. Mensen die ons allemaal steunen, die bellen. En blijft u dat vooral ook doen. Het is zo belangrijk. Het is heel vervelend om mensen te moeten interrumperen op het moment dat ze aan het bellen zijn. Maar ik moet het toch echt even gaan doen bij Bert van Leeuwen. Bert, volgens mij heb ik een hele goede timing. Want je hangt... Ja, dit belletje wordt opgepakt door een ander. Bert, vorig jaar... stond jij op voor je zus? Ja. Hoe is het nu met haar? Een stuk beter dan vorig jaar. En ik vertelde vorig jaar dat ze na 8 weken die dag echt thuis kwam uit het ziekenhuis. Waar ze 8 weken gelegen had. Het gaat nu een stuk beter. Geweldig, hè? Ja. Wat fijn om te horen, hè? Want die positieve berichten willen we ook wel laten horen, natuurlijk. Nou, dat is het. Kijk, dit is echt super, hoor. Er bellen heel veel mensen op. Maar ik realiseer me zeker wat ik in mijn eigen familie meemaak. En dat het zo belangrijk is dat alle middelen en methodes en behandelingen, dat die er zijn. Dus ik zou echt iedereen willen oproepen. Ik weet dat er mensen zijn die nog zitten te twijfelen. En juist die mensen zou ik zeggen, doe nou gewoon mee. Want wij willen het nog veel drukker hebben hier. En doe nou gewoon allemaal mee. Als het maar voor €5 per maand, weet je, dat moet je gewoon doen. Oké, op 0800 1160. Ja, en het begint natuurlijk allemaal bij onderzoek, hè. Dat is het begin van de verandering. Ik ga eens even kijken naar de tussenstand. Benieuwd.
De tussenstand die loopt al. Ik hoop dat die boven de 20.000 donateurs gaat uitkomen. Gaat het lukken? Nee. Nee, nog net niet. Even niet. 15.000. 15.000. 729 donateurs. Fantastisch. Blijft u vooral bellen 0800 1160. En Frits, ja, ik heb ineens een idee. Mm-hmm. Hoe geweldig zou het zijn als iemand die al donateur is, een ander belt of appt of e-mailt of even aan de deur belt bij de buren om ook donateur te worden. Dan kunnen we dit getal verdubbelen. Dat zou toch geweldig zijn als ons dit vanavond lukt. Dat lijkt me een heel goed plan, Lucille, om de boel een beetje aan te jagen. We gaan het aantal donateurs verdubbelen. Dat zou mooi zijn. Mensen thuis, vraag uw vrienden, familieleden, buren om ook donateur te worden. Laat ze dan ook nu direct bellen naar 0800 1160. Voor €5 per maand helpen ook zij kanker sneller te verslaan. We kunnen onze ogen niet sluiten voor deze ziekte. 1 op de 3 mensen krijgt kanker. En de kans dat u of ik daar één van ben, is dus ongelooflijk groot. Dus als u nog niet heeft gebeld, doe het dan nu 0800 1160. 1 op de 2 mannen krijgt kanker. En mijn man, mijn grootste liefde Menno, was er daar één van. Vanaf het moment dat bij Menno 4 jaar geleden kanker werd geconstateerd, is hij de strijd aangegaan. Menno was een enorm gedreven persoonlijkheid. Passie was één van zijn belangrijkste eigenschappen. Alles wat hij in zijn leven aanpakte, daar ging hij voor 1000% tegenaan. En met diezelfde gedrevenheid stortte hij zich in het gevecht tegen zijn ziekte. In de volle overtuiging dat hij zou overwinnen. Het ziekteproces is loodzwaar. In de toekomst kijken wordt moeilijk. En toch bleef Menno altijd plannen maken. In de jaren dat Menno ziek was, wisselden wij het maken van de series Boeg in de Baaiers af met maanden van behandelingen. Menno had zo'n enorme oerkracht dat zelfs zijn ziekte hem niet in de weg stond. Tot het laatst toe haalde hij volop uit het leven wat erin zat. Hij bleef keihard strijden voor zijn idealen. Mijn liefde vond ook dat hij in zijn leven wat bij moest dragen. Dat deed hij middels zijn programma's, maar dat deed hij ook privé. Menno heeft zijn dromen, zijn doelen, zijn creaties en bovenal zijn liefde overgedragen. Hij was zelf oersterk. En hij heeft ook zijn kracht aan mij persoonlijk en aan anderen in zijn directe omgeving doorgegeven. Na zijn overlijden heeft hij zijn lichaam aan de wetenschap geschonken. Onderzoek is belangrijk om te zorgen dat er betere toekomstperspectieven komen. Op zijn sterfbed zei hij: laat je niet uit het veld slaan. Leef, mijn liefde, leef. Geniet en vier het leven. En die boodschap zou ik graag aan iedereen mee willen geven. Die kracht om altijd wat positiefs uit het leven te halen. Ik wens iedereen die enorme kracht van Menno toe. Kanker kent geen ras, kleur of religie. Een aantal jaren geleden heb ik heel veel familieleden kwijtgeraakt door deze vreselijke ziekte. Maar hij kwam steeds dichterbij er, kanker. Mijn moeder werd geraakt door kanker, borstkanker. Ik weet nog dat we uit het ziekenhuis kwamen en de operatie was vastgesteld. En onderweg naar huis zei ze niks. En ik probeerde me groot te houden voor mijn moeder, want ik wist dat ze bang was. Ik probeerde haar gerust te stellen. En toen we thuis aankwamen, zei ik: ma, ga jij naar boven, ik parkeer even de auto. En toen ze uitstapte, toen brak ik. En ik was woedend, ik was verdrietig. En ik schreeuwde: waarom, waarom mijn moeder? Maar gelukkig, zij kan het verhaal navertellen. Want ze heeft geen kanker meer. En ik vond het een hele fijne avond om hier tussen mensen te zitten die ook genezen zijn. Maar er zijn nog een hoop die niet genezen zijn. En daarom sta ik op voor mijn moeder en voor alle andere mama's. Want niemand zou zonder mama verder moeten. Dank je. We staan vanavond op tegen kanker. Ik zou ook graag willen opstaan voor vriendschap. Toen Chris slokdarmkanker kreeg, schrokken we allemaal, de omgeving, de familie, Nancy,
Mirthe, lieve. Chris, onze vriend en kanker. We hadden het alleen maar over zijn ziekte en eigenlijk niet meer over andere dingen. En op een gegeven moment zei ik tussen neus en lippen door dat ik naar de film wilde, naar Verliefd op Ibiza. En toen zei Chris, ik ga met je mee. En ik dacht, ja, nee, jij hebt toch kanker? Ik zei, oké, ik ga mee. En ik zag het tegenop. Ik dacht, ja, maar Chris, maar hoe gaat het? En misschien gebeurt er iets. En toen zaten wij toch op een maandagmorgen om 10:50 in Amsterdam in de bios met twee enorme Starbucks bekers koffie. En we hadden de grootste mond. We zaten de film te bekijken, moesten lachen. En op een gegeven moment zei ik, die Jim, die is echt onwijs goede acteur, hè? En Chris zei, nou, ik zou die lonen wel uit elkaar kunnen trekken. En toen wist ik opeens weer, ik heb een vriend. Een vriend met kanker. Maar wel echt een vriend waarmee ik in de bioscoop heb gezeten. En hij zei na de film in de auto tegen mij, hey, ik had even het gevoel dat ik geen patiënt was. Top, top morgen. Dus sta op. Als je denkt, ik heb iemand al heel lang niet gesproken of gezien. Probeer contact te maken, want ze hebben je misschien heel hard nodig. Chris heb ik daarna nooit meer echt samen gezien. Hij is 3 weken later overleden aan kanker. Dus doe het. Maak dat contact. En ondertussen zing ik een liedje. Een liedje van Robert Long. In 2006 overleden aan kanker. John van Eyck op de vleugel. En bandoneon Karel Kraaienhof. Als je ooit weggaat. Als je ooit weggaat en die kans bestaat altijd, dan zal ik blij zijn om de jaren van ons samen. Het was te kort, maar in de grote eeuwigheid is zelfs een leven lang nog een moment opname. En jij bent jonger, dus jij wilt misschien nog meer doen. Je hebt nog zoveel jaren meer toekomst voor de boeg. Al zal het afscheid dan ook lang en hevig zeer doen. We blijven vrienden en die zijn al schaars genoeg. Als je weggaat, en dat zou best kunnen zijn, dan neem ik afscheid en blijf lachend heel lang zwaaien. En dan ontkurk ik voor mezelf een mooie wijn. En breng een toast uit op ons afscheid. Schat, daar ga je. Pas zeg ik, hey, ik had op meer gerekend. Nou ja, gerekend, ach, ik had op meer gehoopt. Samen vergrijzen, daar had ik voor getekend. Maar ik snap best dat jij daar nou nog niks voor koopt. Als iemand weggaat en die kans bestaat altijd, dan zal ik blij zijn om de jaren van ons samen. Soms vind je iemand en die raak je dan weer kwijt.
En na dit prachtige nummer van Robert Long schakelen we direct weer eens over naar de newsroom, naar Lucille. Want volgens mij is er nieuws. Ja, Frits, wat fantastisch dat ik even bij je in mag breken. Want wij hebben hier toch echt wel heel mooi nieuws. De magische grens is bereikt. Ik laat het zien. Kijk mee. De magische grens. We voelen het hier. Is bereikt. 20.697. Ja. Het gaat hartstikke goed. Donateurs. En dat betekent dus dat dit t-shirt gaat naar de 20.000ste donateur. Ik kom het persoonlijk naar u brengen. Fantastisch dat we deze grens bereikt hebben. En blijf natuurlijk vooral bellen. 0800. Doe het massaal. Nederland, sta op tegen kanker. 0800 1160. Ja, dank u wel. En die verdubbeling, hè, die geldt ook nog steeds. Dus nou, bel uw buren bij uw buren aan. Ja, een van de nieuwe donateurs die is net verrast door Gerard Ekdom en Nielsen. Dat heeft u gezien. En die hele familie heeft nu de huiskamer vol staan voor het concert van Nielsen. We gaan schakelen. Jongens, hoe gaat het daar? Ja. Ja, het is fantastisch. We een compleet ontregeld gezin waar we binnenkwamen. En ik denk, oh mijn god, daar zijn we teruggekomen. Familie Rijgold, goed geregeld. Goedenavond. U bent een van die nieuwe donateurs. Hoe komt dat? We hebben een goede vriend die onlangs kanker heeft gekregen in zijn darmen. En met uitzaaiingen naar zijn lever. En wij willen opstaan tegen kanker en zorgen dat dat nog beter geneesbaar is. En dat in de toekomst mensen nog langer kunnen leven daarmee. Want bij hem weten we nog niet hoe het gaat lopen, maar hij is niet meer geneesbaar, zeg maar. Nee, vreselijk. Ja. Nou, donateurs maken het verschil. En ja, we staan er wel bij jullie vandaag in de woonkamer, maar eigenlijk is dit voor iedereen die donateur is geworden. Want ja, donateur maakt het verschil. Dus een ode aan iedereen die heeft bijgedragen, maar er kan nog steeds gebeld worden, doe dat ook vooral. Het is zover. Nielsen, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Nou, verras ons allemaal. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Die blik op jouw gezicht. Die mooie ogen. Waar ik in verdrink, omdat ze me geloven. Misschien ben ik getikt, maar wat als ik je zeg dat ik het goed vind zo. Oh. De woorden van mijn pa, ik begin ze te begrijpen. Leg de foto's naast elkaar, ai. Begin op hem te lijken. Ach, dat is de tijd. En ik weet zeker dat het goed is zo. Dat vindt hij ook. Het zijn nog steeds de kleine dingen die het doen. Die het doen voor mij. Het zijn nog steeds de kleine dingen. Ja, een heel mooi en intiem concert daar in de woonkamer. En dat gaat nog wel even door daar. En wij gaan hier ook door. 1 op de 3 mensen krijgt kanker. 1 op de 3. Laat het even doordringen. U heeft vanavond de verhalen van Dirk, Jim, Nicole en al die anderen gehoord. Laten we er nou samen voor zorgen dat we dit soort verhalen nooit meer zullen horen. Sta met ons op tegen kanker. Pak de telefoon en bel nu ook 0800 1160. 5 jaar, sta op tegen kanker. We hebben al zoveel bereikt, maar we willen ook nog zoveel meer bereiken. We zijn vastbesloten, echt vastbesloten om kanker te verslaan. En u kunt daarbij het verschil maken. Help. Help ons kanker te verslaan. Sta op tegen kanker en bel nu dus 0800 1160. Want kanker raakt ons allemaal. Ik ben mijn vader verloren op 9 januari 2012. En ik mis hem natuurlijk elke dag. Maar waar ik inmiddels wel achter ben, is dat de liefde die we hebben gedeeld en die ik zo ontzettend veel van hem heb gekregen, dat die in mij zit, maar dat die ook doorgaat. En dat die dieper wordt en mooier wordt. En verder rijk dan ik eigenlijk ooit had durven dromen. En
Als ik aan mijn vader denk, dan denk ik niet aan een zieke man. Zo, dan denk ik aan wie die was. En hij was ontzettend sterk en heel krachtig. En hij had altijd, altijd een enorme lach op zijn gezicht. En zo denk ik aan jou, pa. Please don't think that I've forgotten who you were and are to me. There's a safe place in my heart. There you'll always be with me. Years pass by and we get older. There's so much you didn't see. But your hand's still on my shoulder. Much more than a memory. Jokes, you filled the room. I miss your laughter and your kisses. That's how I'll remember you. Dames en heren, Ilse de Lange en de Common Limits. Ja, dames en heren, wat gaat anderhalf uur toch snel? Zeker als je na zo'n ruim 25,5 uur niet echt meer een besef van tijd hebt. Het belangrijkste moment van de avond is aangebroken. De voorlopige eindstand van deze avond. En daarom is Lucille uit de newsroom naar beneden gekomen. Ja, dank u wel. Je hebt hard gewerkt daarboven. Oh, we hebben hard gewerkt, maar... En zeker de afgelopen 24 uur. Ja, nee, sowieso. We hebben uren. Het lijkt wel alsof we 3 dagen al aan het werk zijn. Maar dat hebben we er allemaal heel graag voor over. We gaan namelijk kijken naar de voorlopige eindstand. Ja, voorlopig. Ja, want om 11:30 maken wij in RTL Boulevard... of in RTL Late Night, moet ik zeggen, sorry... maken wij de definitieve eindstand bekend. Bent u ook zo benieuwd... We gaan kijken. ...wat de eindstand geworden is? Daar gaan we. Ja? We gaan kijken. Kom op, Frits.
Wat zal het zijn? Heel spannend dit. We gaan naar 24.129 nieuwe donateurs. Oh. Ja, daar mag u voor gaan staan. Fantastisch. Wat een geweldige stand. Wij zijn hier zo ongelooflijk trots op. Ja, en iedereen die donateur is geworden, ontzettend bedankt voor het bellen. Maar ik zou vooral willen benadrukken, blijf vooral bellen, dames en heren. Want de lijnen blijven voorlopig gewoon open. Doe dus mee, sta ook op tegen kanker en bel 0800 1160. Straks dus in RTL Late Night bij Umberto Tan maken we de definitieve eindstand bekend. Ja, de lijnen blijven dus open. Heeft u nog niet gebeld? Doe het dan nu. Pak die telefoon, pak die kans. 0800 1160. Ja, en u heeft het verschil gemaakt vanavond, werkelijk waar. Maar ook voor de toekomst. Wij gaan hier nog even door. Blijf bellen. Heel hartelijk dank. Bedankt voor het kijken en tot volgend jaar. Dank u wel. Voor iedereen. Thuis.